Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een Is het je geld waard? En dit keer van Guts & Gusto. Dit is een merk waar... Wacht, zeg ik het goed? Guts & Gusto. Guts & Gusto. Ik vind het een beetje lastig gedaan. Dit is een merk die ik zelf al vrij lang ken. Ze hebben ook best wel wat filialen en zijn volgens mij over het algemeen best wel bekend. Maar somehow heb ik er volgens mij nooit besteld. Misschien één keer in echt een heel ver verleden. Maar het is in ieder geval een website waar ik zelf niet heel erg bekend mee ben. En hij werd best wel vaak in de comments genoemd. Dus ik dacht, nou, laten we dit merk dan maar even op de proef stellen. Is it worth it? Voordat ik even het echt ga openmaken, nog heel eventjes het stukje duurzaamheid. Ik was eens echt helemaal vergeten bij de Lovies video. Excuses, ik kreeg er best wel wat comments over. Helaas heb ik zelf niks kunnen vinden, ook niet op de website. Ik heb ook best wel wat gegoogeld, maar ik kon eigenlijk helemaal niks vinden. Ook niet over artikelen of dingen of nieuwsdingetjes waar ze ooit soort van iets duurzaams hebben gedaan. Dus mocht je daar veel waarde aan hechten, weet dat Guts & Gusto in ieder geval er niet heel veel in ieder geval over uitbrengt. Oké, let's open it up. Oeh, wat zit dat leuk verpakt. Kijk nou. Oh, altijd eigenlijk van één groot cadeau is voor mezelf. Pour yourself a Garantini. Nice. Hoor je er net heel veel plezier van je bestelling. Oh, dat vind ik echt super leuk. Is toch even een stukje leuker een pakket openmaken dan als je al die plastic dingen altijd ziet. Oh, dit is echt wel heel erg nice. Want de items zitten dus niet verpakt in plastic verpakkingen. Maar gewoon puur in deze papieren zak. En dat is natuurlijk wel best wel milieubewust. Dus nou, dit is nice. Ik heb echt heel duidelijk een bepaald soort kleurenpalet voor mijn bestelling. Wit, beige en ik heb één item die zacht roze is. Maar het zijn echt gewoon hele lichte kleuren. Nou, ik dacht, ik weet niet. Ik ben gewoon helemaal into die kleuren op dit moment. Terwijl beige me waarschijnlijk niet eens zo heel goed staat. Maar goed, we gaan het gewoon zien. Ik ga het er allemaal eerst even uithalen. Ik begin als eerst met een item waar ik echt heel enthousiast over ben. Ik hoop echt dat ik deze leuk ga vinden, want ik hou echt van dit steltje. Dit is een playsuit. En het is dus een mooie beige kleur. Ik weet niet zo goed. Misschien als ik zelf bruiner op doe, dat ik het wel goed kan hebben. Beige is echt een beetje zo'n aparte kleur. Want heel veel blondines kunnen het echt super goed hebben. Maar bij mij, ik weet het niet zo goed. Ik kan er al heel snel een beetje in verdwijnen of zo. Maar goed, ik hou gewoon echt heel erg van die kleur. Dus ik hoop gewoon dat het gaat staan. En anders, pech gehad. Ik draag het gewoon. En het is dus een gewoon een beetje wat stoerdere playsuit. Doet me echt een beetje denken aan zo'n Freek Vonk pakkie. Hij is van 80% viscose gemaakt en 20% polyester. En ik heb hem in een maat S besteld. Wil ik wel nog wel even wat over zeggen. Want ik vind de maat bij Guts & Gusto wel echt heel erg beperkt. De meeste items zijn tussen de S en een L. Dus ik mis de X's. XS, XL, XXL. Ik weet niet, maar ik ben toch altijd daarin wel een beetje vooroordelend. Als ik zie dat merken niet een hele grote range hebben qua maten. Omdat er zoveel verschillende soorten lichaamstypes zijn. En ik ben dus bijvoorbeeld heel smal. Dus ik heb eigenlijk vrijwel bijna in alles een XS nodig. Natuurlijk idem dito. Als je misschien vaak wat meer naar de grotere maten neigt, dan kan je misschien heel veel items niet kopen. Omdat je denkt, ik pas hier niet in. Ik vind het toch altijd wel een beetje jammer. Weet je hetzelfde dat je naar een Hema gaat en ziet dat ze maar 4 verschillende foundation kleuren hebben. Dat je denkt, ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat staan. Let's try it on. Oké, hij is aan. Ik vind hem eigenlijk echt wel heel erg leuk. Ik heb hem nu met mijn docs aan, zodat jullie even de full picture kunnen krijgen. Het is wel echt een behoorlijk kreukelstofje. Dus ook, ik moet hem denk ik wel een beetje strijken voor het mooie. Maar ik vind de lengte van de broek ook heel erg mooi. Hij zit echt zo gewoon perfect over de bil heen. Dus hij is niet te kort of dat je soort van bang hoeft te zijn dat je bil er opeens uitvliegt, zeg maar. Ik vind de kleur wel een beetje wennen, want het is soort van beige, maar niet echt licht beige. Ik weet niet, ik kan het niet helemaal uitleggen. En ik denk dat ik hem wel iets mooier had gevonden als het een iets meer lichtere kleur was. Maar op zich vind ik dit niet storend hoor. Ik vind dat ik het wel redelijk kan hebben. Ja, oké. Ik verdwijn er natuurlijk wel een beetje in. Het is gewoon niet een beste kleur voor mij. Maar ik vind het op zich ook niet heel lelijk. Of dat ik denk van, dit kan ik gewoon echt, dit moet ik gewoon niet doen. Ik vond hem wel een heel klein beetje Freek Vonk. Ja, ik kan echt zo'n padvinderspetje op en ik ben echt ready to go. Ja, ik ben echt wel heel erg blij dat hij past. Oh, I like it. Dan heb ik een jurkje besteld. En ik vond deze er ook wel heel erg grappig uitzien. Dit is een, eigenlijk gewoon een blouse. Een lange blouse. Een blouse jurk. Hoe noem je dit? Jurk Sanna heet hij. En hij is €49. En deze heb ik in een SM besteld. Deze is dus in een SM of in een ML. Hij ziet er wel redelijk groot uit. Nou, vind ik het op zich ook niet erg dat dit een beetje oversized is. Ik hou hier altijd wel van
Ja, ik vind dit echt super tof. Lekker met mijn dokkies eronder. Ja, ik ga er wel goed op. Misschien een leuke fanny pack erbij. Kan ook wel heel snel een soort zak lijken die je aan hebt. Maar daarvoor hebben we altijd nog onze riem. De belt is saving everything. Hij is van 95% katoen gemaakt. Nice. En 5% elastaan. Nou, dit is hoe die eruit ziet. Ik moet er denk ik een beetje aan wennen, maar ik vind hem op zich wel heel leuk. Hij zit heel lekker. Ik vind hem op zich niet te groot. Ja, het is natuurlijk niet echt een jurkje die je vormt of soort van iets doet voor je waist. Maar ik vind het op zich niet storend. De knoopjes zijn alleen wel echt heel fragiel. Dit knoopje die wilde ik net vastmaken en hij wiebelde echt heel erg. Ik had wel zoiets van, oh, als ik deze knoopjes heel vaak soort van ga gebruiken, dan is de kans denk ik best wel groot dat er één op een gegeven moment gaat afvallen. Je hoort ook wel gewoon een beetje dat ze, ja, zie je, wat, I don't know, wat goedkoper zijn. Zal ik er anders even iets van een riem omheen doen? Ja, ik ga het toch wel even proberen. Dit is hoe het jurkje eruit ziet met een riem om. Ik vind hem zo eigenlijk ook wel heel erg leuk. Nu heb je iets meer waist. Ik moet er een beetje aan wennen. Ik denk dat ik nog even over na ga denken of ik hem wil houden. Maar op eerste gezicht vind ik hem zeker niet verkeerd. Dan om in het beige thema te blijven, heb ik een top besteld. Hoe heet deze? Even spieken. Top Amanda. En deze is €40. Vind ik wel redelijk prijzig voor alleen een topje. Maar ik zie wel dat die van 100% katoen is gemaakt. Dat voel je ook. Het is echt een lekker stofje. Een keertje geen polyester. Wat heerlijk. Wat verfrissend. Ja, ik vond hem er gewoon heel erg leuk uitzien. Ik ben wel benieuwd hoe dit mij gaat staan. Want hij is dus behoorlijk diep uitgesneden en hij is cropped. Dus je kan er een hemdje onder, maar nee, dat gaat echt wel heel tuttig worden. Ik vind het zelf vaak heel erg mooi om gewoon een mooie bralette eronder te doen. Verder nog wat over te zeggen. Ja, ik heb hem in maat S besteld. Deze is ook alleen maar in 3 maten te verkrijgen. En ja, voelt gewoon echt prima. Voelt echt lekker aan. Hij heeft hier ook schoudervulling. Dus dat geeft hopelijk ook wat meer vorm aan de top. Ik ben heel benieuwd. Oké, dit is hoe die eruit ziet. Ik heb er nu een zwarte bralette onder. Zo zou ik hem zelf ook stylen. Op zich valt het eigenlijk wel mee hoe erg het qua boobs is. Nou, denk ik als je wat grotere borsten hebt dat het misschien wel wat meer aanwezig is natuurlijk. Maar ja, bij mij heb ik er niet echt last van. Ik vind het wel een beetje een lastig blouseje om te stylen, merk ik. Want hij heeft iets best wel soort van chiques of een beetje zakelijks. Vooral ook door die schouderpadding. Maar ja, hij is natuurlijk heel erg open. Dus het is zelf geen blouse die ik aan zou doen naar kantoor. Dus daarin vind ik hem wel een beetje lastig. Ja, dus daardoor twijfel ik wel een beetje. Maar ik vind hem verder wel gewoon echt super leuk. Hij zit ook heel erg lekker. Ik vind de knoop ook echt heel cute. Gewoon echt zo'n leuk detail. Dan heb ik een blazer besteld. Ik moet zeggen, nu ik hem meteen al zo voel en zie, hij voelt een beetje cheap. Hij is €49 en hij is, ja, van 95% polyester gemaakt en 5% elastaan. Wat het altijd met polyester is, het is echt zo'n kreukstofje. Dus dat zie je hier ook. De mouwen zijn al behoorlijk gekreukt en nou ja, goed, het middenstuk hier ook. En ik hou echt niet van strijken. Ik strijk echt amper wat. Dus als iets dan snel kreukt, dan denk ik altijd echt van die effort die ik erin moet stoppen. I don't like it. Ik heb deze in een maat S besteld. Hij is er ook in XS, zie ik. Oké, we hebben hem aan. Als je hem zo ziet, vind ik hem niet verkeerd. Ik vind hem op zich wel leuk. Alleen hij is heel erg dun. En dat ben ik voor een blazer niet echt gewend. Ik vind dat gewoon wat mooier als blazers wat voller zijn. Dan ogen ze ook wat chiquer en gewoon wat duurder. Ook al was hij niet zo duur, weet je wel. Ik vind hem niet verkeerd. Maar ik word er ook niet heel warm van. En als laatste heb ik nog 2 witte tops besteld. Als eerste zat deze blouse. Ik heb deze in maat M besteld. Hij was er dus niet meer in mijn maat. Nu weer wel, zie ik. Maar goed, toen ik shopte niet. En ik vond hem er echt heel erg leuk uitzien. Dat ik zoiets had van, ja, ik denk dat ik gewoon een maatje groter ga bestellen. Omdat dit best wel een model is die wel wat groter mag. Je kan bijvoorbeeld ook heel erg leuk off-shoulder dragen of zo. Ik kan daar denk ik wel wat mee. Dit is Blouse René. En hij is €40. En deze is van 100% polyester. Ja, hij schijnt dus volgens mij, schijnt hij helemaal door? Nou, hij lijkt helemaal door te schijnen. Maar er zit hier wel een extra ja, soort van stofje in. Ja, je ziet mijn hand er wel helemaal doorheen. Maar dat vond ik dus heel erg mooi. Ik denk ook dat je hier echt een super mooie witte bralet onder kan. En dat het er gewoon heel erg sexy uit gaat zien. Sexy, dat classy, you know. Nou, ik vind dat hij qua maat eigenlijk nog best wel prima zit. Dit is hoe hij eruit ziet. Ik heb hem nu in mijn broek gedaan, ook aan de achterkant. En dat is eigenlijk prima
te doen. Het is niet echt zo'n een blouse waar je heel veel weet van die bobbels krijgt. Maar sowieso, als ik nu nadenk over die andere items die ik heb besteld, die ik net heb gepast, alles past daar eigenlijk qua maat best wel prima. Dus ik heb ook het idee dat misschien alle items wat kleiner vallen. Nou is het ook wel een blouse waar het wat meer kan hoor. Waar oversize wat meer soort van, ja, niet gek staat. Ik vind hem echt super leuk. Ik zou hem dus zelf dan onder andere bijvoorbeeld met deze broek dragen. Dokkies eronder. En hij schijnt dus door, maar ik vind het best wel decent. Ik heb er dan dus nu een witte BH onder. Zo, is hij ook wel heel erg leuk. Als ik gewoon één knoopje wat meer los doe. Alhoewel, dan wordt het misschien wel heel erg showen met je boobs. Deze ga ik zeker houden, denk ik. Die mag gewoon mijn kledingkast in. En dan hebben we nog top Inge. En dit is een top met kant. Ik had de vorige keer bij Naked ook zo'n soort top besteld in het zacht roze. En ik draag die echt super graag. Ik hou gewoon echt van dit soort tops. Van die basic tops die wel nog iets van een soort extraatje hebben. Zoals bijvoorbeeld kant aan de bovenkant. Ja, ik vind dat gewoon voor dit warme weer echt top. Met een blazer erboven. Of gewoon leuk casual met een short of een rokje. Je kan er echt super veel mee. Echt van die basic items ja, waar je altijd heel veel plezier uit haalt. Deze heb ik in de maat S besteld. Hij is er ook niet kleiner. En hij is ook van 100% polyester gemaakt. En is €25. Oké. Ik twijfel een beetje. Ik weet niet waarom, maar ik vind het kant een beetje goedkoop ogen of zo. Komt misschien ook wel door dit. Er hangen hier, zie ik ook wel, hier hangen wat draadjes aan. Maar hij valt gewoon net niet mooi of zo, weet je wel. Dat je ziet dat je denkt, nou, er is niet per se echt heel veel mis met jou, maar het kan beter. Ja, dat heb ik een beetje bij deze top. Is it worth it? Zo, we zijn door alle items heen. Nou, ik ben eigenlijk best wel aangenaam verrast over alles wat ik heb besteld. Deze blouse en de playsuits zijn sowieso echt mijn favoriete items. Daar ben ik echt super blij mee. Ik vind het ook gewoon kwalitatief allemaal echt best wel goed aanvoelen. Veel katoen, ook wel wat viscose, dus dat is echt wel heel erg nice. Prijs-kwaliteit verhouding vind ik op zich best wel fair, behalve bij de blazer. Want ja, die vind ik kwalitatief wel gewoon echt wel tegenvallen voor wat je ervoor betaalt. Ja, echt wel een webshop waar ik eigenlijk weer vaker op moet gaan shoppen. Beetje idem dito met Lovies eigenlijk, wat daaruit kwam. Mocht er nou een merk zijn of kledinglijn waarvan je wil dat ik hem de volgende keer review, laat het hier dan vooral beneden achter in de comments. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je snel weer. Doei doei!